Begin jaren 80 behandelt Louis Reitenbach vanuit deze praktijk zijn patiënten in Almelo. Volgens oud-patiënten en vrienden is hij amabel en super intelligent. In eerste instantie, de eerste indruk die ik had, dacht ik van hè? Oké, okay, nou van huisarts, weet je wel. Waarom dacht je dat? Ja, dat is gewoon zoals iemand een eerste indruk maakt. En. Uh, hij, was, hij, was, uh, hij leek wat afwezig. Zo. Maar, en hij, maar ik ontdekte op een gegeven moment dat hij super intelligent was en zeer vriendelijk. De almoloze politicus Jan Hamink is zo'n goede kennis van Rijtenbach. Hij kent hem uit de tijd als een huisarts en heeft nadien altijd contact gehouden. Af en toe kwam hij wel eens in Almelo, niet vaak. En als ik hem tegenkwam, ik, ik kon met die man erg goed opschieten. Dus dan sprak ik hem nog wel eens. En uh, ik heb altijd mailcontact met hem gehouden. En ja, met, met nieuwjaar kreeg ik regelmatig nog van hem de beste wensen, bijvoorbeeld. Hamink heeft de minste indruk dat Rijtenbach zich inlaat met duistere praktijken. Wel weet hij de sluwheid en de slimheid te waarderen. Zoals eind jaren 70, toen de huisarts een systeem bedacht. om met de KLM sportgoedkoop te vliegen met zogeheten babytickets. Hij woonde vlak naast het oude Elisabeth Ziekenhuis. En het hele personeel van het Elisabeth Ziekenhuis, die ging vliegen. die vertelde aan elkaar: als je goedkope tickets wilt hebben. Uh, hij weet de manier waarop je de Maas van de wet kunt ontklippen. Ont, ont, bij hem kun je die tickets halen. Het is dus hele ziekenhuis al die tickets bij, bij, bij Louis Rijtenbach. Al na enkele jaren richt Rijtenbach het vizier op de financiële wereld. Hij wordt steenrijk door beleggingen. Ook bouwt hij een imposante collectie klassieke kunstwerken op. En nu is hij ongewild weer terug in de schijnwerpers, omdat Rijtenbach zich moet verantwoorden voor de Belgische rechter op verdenking van belastingontduiking. Ik heb niet de indruk dat het een crimineel of een boer is die, die mensen wil belasten. Ik heb, iemand die, ik heb het indruk dat hij iemand is die op een goede, sterke, slimme manier zaken wil doen. Hij heeft mij uitgelegd dat het volgens hem een oude kwestie is. En uh, hij uh, ziet het met zeer veel vertrouwen tegemoet. En hoewel Reitenbach qua status Almelo al lang is ontgroeid, heeft de textielstad nog steeds een warm plekje in zijn hart. Almelo houdt hem bezig, dat, dat, uh, dat is duidelijk. Hij. Uh, hij heeft hier met zeer veel plezier gewoond en gewerkt en hij heeft natuurlijk ontzettend veel patiënten hier gehad. En ik, ik heb van al die patiënten die ik zo spreek alleen maar positieve dingen van hem gehoord.